De kinderboerderij in Boksel is niet alleen voor kinderen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Wat is er te zien op de kinderboerderij? De kinderboerderij bestaat uit dieren, de geiten, de konijnen, de schapen. We hebben ook binnen zitten ook nog beesten. Daar zitten de cavia's. Ik zou zeggen, loop even mee rond. We hebben kippen zitten, van alles. Dit is onze konijnenplein, daar zitten onze grote konijnen. Dan mogen de mensen gewoon naar binnen met de kinderen. En dan kunnen ze de konijnen aaien. Wil ik ook. Natuurlijk mag dat. Komt er maar in hoor. Gezellig. Dus die kan ik zo vastpakken en knuffelen? Ja, gerust. Dan moet ik op het stoeltje gaan zitten? Ja, als je komt. Als je wilt komen, hè. Oh, dan moet je naar mij komen. Och jee. Dat is een heel probleem. Kom eens. Dus dat blijft staan. Ja, dat bedoel ik. Oké, ja, is wel leuk. We zijn nu bij de koeien. Ja, we zijn bij de koeien, maar we kunnen er niet bij zien. We hebben ze weer dicht gemaakt. Oké, nou ik zou zeggen. Komen ze wel, maar. We klimmen even over het hek. Zou zeggen, ga je gang. Ben jij heel lenig? Ik klim er rust overheen. Ja, ik ben niet zo lenig. Als ik er overheen en kan ik ze dan gaan halen? Ja, ik ga mij gerust. Nou, ik ga ze halen. Proberen, maar kijk uit, hè. Ja, is goed. Meestal komen ze wel. Hé, hey, kom maar. Kom maar. Kom maar. Is het lekker voor een bier? Nee. Kijk, daar komt hij. Kijk eens. Lekker eten. Goed zo. Goed zo. Kom maar. Kom maar eens. Kom maar eens. Lekker hè? We hebben hier mensen van, daar moet ik ook even doorgeven, aan de cello werken. Er zijn mensen met een beperking. Die zorgen voor onze beesten. Zonder die mensen komen wij ook niet ver. We hebben ook vrijwilligers, zoals daar bezig is. Die zijn mee aan de, die zijn hier overdag aanwezig om ons te helpen. Zonder vrijwilligers kunnen we niet, helaas. We zijn nu bij de schapen. Nu zijn we bij de schapen en de lammetjes. Kijk, ze hebben al eten gezien. Zo. Uit de hand. Piet, uit de hand, Piet. Oh, wacht even, ik word bestormd, hoor. Leuk, leuk. Nou, gezellig dat jullie er in ieder geval zijn. Ja, wij zijn hier bij Dagje Thuis. En Dagje Thuis draaien wij iedere donderdag hier op de kinderboerderij. Zowel zijn dagbesteding. En die draaien we ook nog op dinsdag in de Rots en op dinsdag in het gemeenschapshuis in Es. Dus we draaien drie groepen. En het zijn de ouderen van de gemeente Boksel die nog zelfstandig zijn, maar wel al behoefte hebben aan vrije tijdsbesteding, anderen ontmoeten, een keer samen lekker wat eten. En zoals je ziet de activiteiten ondernemen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Het is zeker heel belangrijk. We hebben natuurlijk een pittige periode achter de rug met de corona. Gelukkig heeft uiteindelijk de overheid besloten dat de dagbestedingen door mochten draaien. Maar na de eerste lockdown hebben we echt gemerkt dat mensen die stilstaan, en zeker als je wat ouder wordt, dan gaan mensen echt achteruit. Dus je moet actief blijven. En mensen die nu thuis op de bank zitten en denken, dat lijkt me wel iets. Ja. Hoe komen ze uit hun stoel? Dat kan op twee verschillende manieren. Of ze melden zichzelf aan. Soms is het ook al zo dat de partner zegt van goh, misschien is het wel fijn voor je als je ook weer wat onderneemt. Hè? Als mensen bijvoorbeeld gepensioneerd zijn en toch wat meer vrije tijd krijgen. Ja, wij zijn van Dagje Thuis. En wij... Dagje Thuis? Ja, wij zijn van Dagje Thuis. Wij geven de mensen die hier zijn... Dus je woont hier? Ik ben een dagje hier. Hè? Ah, vertel. Ja, en, wij proberen hier de mensen een leuke dag te bezorgen. En vandaag hebben we toevallig het thema Italië. Dus vandaar de vragen over Italië. We gaan dadelijk Italiaans eten. We doen het spelletje, de toren van Pisa. En volgende week hebben we misschien weer een ander thema. Dag mevrouw. Vindt u het gezellig hier? Heel gezellig. Wat is er nou zo leuk? Ik zoek het gewoon. Ik ben s'avonds heel blij. Ik zondags naar de kinderboerderij kan. En donderdags naar de kinderboerderij. En dinsdag, wat zei ik nou? Ja, dinsdag. Dinsdag overdag naar S in de Dorpstraat.
Dat hebben wij ook een dagje thuis. En zo net een beetje, ja, het is iedere keer dan dit dan dat. Sorry. Maar ik vind het, ja, heel gezellig. Het is, oud worden is leuk. Maar zonder gebreken. Maar als je gebreken hebt, dan moet je je eigen ook melden. Dames, jullie lopen stage. Ja, dat klopt. Dat klopt. Waar houdt het in? Ja, ik loop hier stage op het gebied dierverzorging. Ik doe daar ook een opleiding in. Dus dat houdt in gewoon elke ochtend een beetje de dieren voeren. Vervolgens alle stallen uitmesten, poep scheppen, dat soort dingen. Smiddags hebben we nog een tweede voerronde en dan is de werkdag ook weer voorbij. En jij? Ik loop hier ook stage, maar ik help vooral de cliënten en ik begeleid hun gewoon in het werk en waar ze moeite mee hebben. Ja, en wat wil je dan laten worden? Ja, dat vind ik nog heel moeilijk. Daar kan ik nog niet echt zeggen, maar wel iets gewoon mensen helpen of verzorgen. Oké, okay. Nou, jullie gaan stage lopen. Ik zou zeggen, lopen dan. Ja, nou, dankjewel hè. Doei doei. Iedereen is welkom. Ja, als je inderdaad 55 plus bent en geen indicatie hebt voor vanuit de WMO, dan ben je bij ons van harte welkom. En dan mag je me bellen. En daar komt hij. Nou, ik zou zeggen, doe een oproep. Het telefoonnummer is 06-23-23-4904. En dan krijg je mij aan de lijn. En mijn naam is Kim van Zandbeek van Contour de Twern.